Wel, dat zijn de hoofdstukken. Ze zeggen, staat de Genk. Genk is naar Luik gereden, dus Genk, Luik. Luik is naar Brussel gereden, Brussel naar Charleroi. Charleroi komt naar Brugge. Ja? Wij voegen een stuk toe, en Brugge naar Gent. Gent voegt een stuk toe, en Gent naar Antwerpen. En wat staat er daarin? Dat symbolisch, dat is dat witboek, het officiële. Dat is de kandidatuur, hè? Dat is de kandidatuur, ja. Lukt het, mannen? Ja, goed. Nee, toch helemaal niet. Het boek is onbeschadigd. Dus, het witboek is onbeschadigd. We zullen dit uitvallen. Ja, laten we dat niet zien. Ja. Ja. Zo'n trek van dank van ons vijfde de Charleroi à Bruges, voor nous remettre un paquet. Avec quelques problèmes. Un paquet d'une très grande importance pour notre ville. In 2018 zijn we kandidaat om samen het WK te organiseren. Als stad met twee voetbalteams in eerste klasse, en wie kan dat nog zeggen in dit land, moeten wij de fierheid hebben om daar voluit voor te gaan. Het is hartverwarmend dat u ons daar Nous avons aussi, que ce soit les Pays-Bas ou que ce soit la Belgique, la volonté d'organiser cette Coupe du Monde à taille humaine. Qu'est-ce que ça veut dire organiser à taille humaine? Nous venons d'en faire la démonstration, c'est que nous avons utilisé des transports en commun, nous avons utilisé le vélo, vous avez mérité le titre du Tom Bonon des Bourgmestres parce que vous avez foncé vraiment à grande vitesse et rue à une longueur d'avance en tout cas dans ce transport par vélo.
In Charleroi hebben wij een eigen stadion nodig. En in de stadion zullen we enkele sportzalen hebben voor gehandicapten, voor mensen die aan de voorlijn spelen en voor multisport, ook badminton en andere dingen. Dus een stadion met sportzalen erin en een stadion met een speciale zaal voor atletisme, hetzelfde als in Gent en misschien wel hetzelfde als in Apeldoorn. Dus voor het fietsen en voor atletisme ook indoor. Dus de enige in Wanen. Zoals reeds gezegd, bieden we op 14 mei ons bidboek aan aan FIFA-president Joseph Blatter. Dit bidboek is bijzonder fraai en indrukwekkend, zowel van buiten als inhoudelijk. Begin juni houdt de FIFA haar 60ste congres in Zuid-Afrika. En ook daar zullen we acte de présence geven. En in de week van 9 augustus vindt dan een inspectie plaats door een delegatie van de FIFA in onze landen. En het belangrijkste, de vraag die altijd gesteld wordt, wat zijn onze kansen? We gaan ervan uit dat het toernooi voor 2018 aan Europa wordt toegewezen. We hebben dan te maken met 3 geduchte concurrenten. Engeland, Rusland en de combinatie Spanje-Portugal. Dat is zware concurrentie. Maar wij zien onszelf als een sympathieke kanshebber, terwijl we weten dat we zeer sterke argumenten hebben. Zichtbaar op uw jas aanbrengen.